Het is vandaag de zaterdag voor jullie grote feest, voor het 35 jaar bestaan van je organisatie. Wat doen we vandaag? We gaan vandaag aan het werk hier in de Molenbeek, aan deze kant van het dal en aan de overkant van het dal in de Oliemolenbeek. En daar gaan we de beek schoonmaken en dat is na die warme zomer is dat heel hard nodig, want het is extreem gegroeid natuurlijk in die nattigheid. En dat is heel opvallend. Door die hete zomer is de vegetatie veel hoger en groter dan de jaren die ik ooit heb meegemaakt. Hoe vaak komen jullie bij elkaar om het onderhoud van de beken te doen? We werken hier 15, 16 zaterdagochtenden per jaar. En dan is er nog een tweede werkgroep, die werkt in het Heelsensbeekdal. En die werkt iedere woensdag, laten we zeggen 50 woensdagen per jaar. En heb je vrijwilligers genoeg of kun je er nog meer gebruiken? Ik kan altijd meer gebruiken. Waar kunnen ze zich melden? Die kunnen zich bij mij melden. Volgende week 6 oktober, dan is het grote feest. Dan bestaan jullie 25 jaar. Hoe gaat dat feest eruit zien? Of mag je dat nog niet verklappen? Ja, dat mag ik wel verklappen. Dat wordt een heel leuk feest met twee films. Eentje waar ik van de bron van de Renkumse beken tot aan de Rijn vertel. En met luchtopnames over het Renkumse Beekdal. Eentje over met onderwateropnames. En uiteraard zijn er wat toespraken. Hè, waterschap, ik ga wat vertellen. Nog iemand. En iemand van Staatsbosbeheer van het allereerste uur. Hè, van 25 jaar geleden werkte Staatsbosbeheer ook altijd mee. En dan komt 's middags Hans Dorrestein. Die komt een leuk verhaaltje vertellen. Het is eigenlijk een feest voor de mensen van de Laarzengroep. En de oud-medewerkers en dan natuurlijk de genodigden van Staatsbosbeheer, waterschap, natuurmonumenten, noem maar op. Maar wij van Veluwe Zoom in beeld mogen wel meekijken? Ja, jullie mogen meekijken. Oké, dankjewel. Oké.